Ik zal dat morgen wel eens invullen, jongen, want vanavond barst ik van het huiswerken. Huiswerk, ik zeg altijd een school, hè? Dat is een gebouw waar je even naartoe moet om te horen wat je thuis kan doen. Hey, als je bent op school, hè? Je bent op school, een dag spijbelt, hè? Dan word je verstraft, word je een dag geschorst, hè? Dan heb je 2 dagen vrij. Nou, het schoolonderzoek staat volgens mij ook helemaal nergens op. Wat is nou het schoolonderzoek, jong? Alles wordt onderzocht, behalve de school. Zeggen ze, ja, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. Zeg nou. Als ik nou mijn woordje zit te leren, heb ik vaak al het gevoel dat het voor niks is. Zeg nou, ik zeg, wees u maar blij dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Anders liep u nou achter de vullerswagen. En dan werd hij giftig. Ja, als die giftig wordt, geef je als een sadistisch proefwerkje, weet je. Hier, 6 vragen. Hè? Vraag 1. Wat is vrede? Nou, ingevuld zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. Ja. Ja. Vraag 2. Wie was Willem van Oranje? Keeper van de Nederlandse afval. Dus. Hier, vraag 3. Wat waren de laatste woorden van Oldenbarneveld op weg naar het schavot? Nou, hij zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug. Kan mij niet schelen. Nee hoor, die stof hebben we nog niet behandeld, jongen. Er komt, dit boek wordt nooit gebruikt, maar je moet het wel aanschaffen, want die pik van geschiedenis hebben het zelf geschreven. Jongen, neem nou een bulschool. Neem nou die druif van Duits, jongen. Die man, jongen, die slaat volgens mij helemaal nergens op. Want die man, jongen, die hebben een totale knobbel, hè. Ik zeg, meneer, moet u eens goed luisteren. Ik zeg, waar u die knobbel hebt, heb ik een kuiltje. En jongens, vertaal in goed Nederlands. In de beschenking zei zich de meester. Dus ik vertaal aan de bekrompenheid herkent men een schoolmeester. Nou joh, hij giftig. Strafwerk hier mee naar huis, weet je wel. Handteken van mijn vader. Nou, maar mijn vader had altijd druk, hè. Die zegt altijd, is dat nou meer, is dat nou meer. Ik zeg, oh, is niks. Aanvraag van verlaging schoolgeld, hè. Mijn vader... Nee, nee, mijn vader is zo, hè. Als je 4 voor Duits hebt op je rapport, hè, zegt hij, hey, die leraar kan zeker niet zo goed lesgeven. Nee, maar mijn vader zegt, ze moeten die leraren pas uitbetalen als de hele klas voldoende hebt. Vorige week was mijn vader op de ouderavond, hè. Gaat hij altijd onder schuilnaam, want hij schaamt zijn eigen rot. Jongen. Geef ik je te raaien. Wie komt die tegen, jongen? Op die ouderavond, jongen. Die trut van biologie, jongen. En dat mens staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Ja. Je kan ontiegelijk bij de speaker. Want ik zit altijd in de speakerscorner. Nee, maar dan spieken wij niet voor de flauwekul. Wij spieken voor de wisselbeker. Die is nou bij Jan Heijn. Want die had alle woordjes aan de binnenkant van zijn contactlenzen geschreven. Hè? Neem je op school, jongen. Neem nou die pief van wiskunde, jongen. Nou, die man die slaat volgens mij helemaal nergens op. Dan komt die binnen, jongens. Leuke opgave. Eén arbeider. Bouwt een huis in 30 dagen. Dus de 30 arbeiders in 1 dag. Wie heeft nog zo'n voorbeeld? Ik zeg, ja, ik. Ik zeg, 1 schip vaart in 30 dagen naar Amerika, dus 30 schepen in 1 dag.
toen werd hij giftig, want hij kon de fout niet vinden, joh. Hey, laatst, vraagt hij mij, heb jij wel eens zo'n stottercursus gevolgd, hè? Ik zeg niks, hoor. Ik heb het mijn eigen geleerd. Zegt hij, die gozer, wat heb u zoal aan condooms in de schappen liggen? Hij zegt, 1 minuutje, meneer. Ik zeg, ja hoor, dat is mijn merk, ja.